ultraviolet en infrarood. En wat je hier ziet is het spectrum van het licht, kan van het zonlicht zijn van rood tot violet. En voor rood ligt infrarood. En verder dan violet ligt ultraviolet. En daar beginnen we eens even mee. Nou, die ultraviolette straling die kunnen wij niet zien. Stel je voor, je pakt een bril met een UV-filter, waardoor het zichtbaar licht geabsorbeerd wordt en UV-straling wordt doorgelaten. Dan kun je de wereld, zeg maar, zien zoals je normaal ziet als je UV-straling ziet. Stel je voor, je kijkt naar wasmiddel. Dan zie je dat het wasmiddel heel erg donker is. En dat komt omdat daar fluoriserende stoffen in zitten die UV-straling absorberen. En dan stralen ze dat uit in het zichtbare deel, waardoor die was witter lijkt. Als je die bril opzet en je kijkt naar de lucht, dan zou je heel grijs UV-achtig dan zien. Het verschil tussen de lucht en de smog, zeg maar, is ook nauwelijks verschillend. Nou, het blauwe licht wordt normaal het meest verstrooid, daarom zien we de lucht blauw. Maar ultraviolet wordt 5 keer meer verstrooid, dus zie je violet, zou je dat zien, dan zou de lucht er dus echt violet uitzien. Nou, planten. Bloemen bijvoorbeeld hier, die maken ook gebruik van UV-straling. Bijen kunnen dat namelijk zien, sommige andere insecten ook. En wat opvalt is dat het dan de kern waar de nectar zit donker is. Zo kan de bij de nectar opsporen. Stel je voor, je hebt een zadelrob, hier een kleine puppy, een zeehondje zeg maar, die is onzichtbaar in de sneeuw. Als je dan door zo'n UV-bril kijkt, dan absorberen die eigenlijk de straling en dan zie je zelf die zadelrobben zwart in de sneeuw en dan kun je ze tellen bijvoorbeeld. Nog wat toepassingen van UV-straling. Een zonnebank is een toepassing. UV-straling gaat niet door glas, maar door een speciaal glas van een zonnebank bijvoorbeeld weer wel. Dus normaal word je niet bruin achter glas. Het heeft een ioniserende werking, het maakt moleculen kapot, dus je kunt desinfecteren in een operatiekamer. Je kunt ook geld herkennen door een markering. Maar dat is ook kankerverwekkend, UV-straling. Dus smeer je goed in met zonnebrandcrème, die absorbeert de straling, de UV-straling met name. En dan kun je bij factor 8, 8 keer zo lang in de zon als normaal zonder te verbranden. Dat is de vuistregel. Als het normaal dus 10 minuten duurt voordat je verbrandt, en je smeert je in met factor 8, dan kun je 80 minuten in de zon. Nou, we hebben net ultraviolet gezien. Voor rood liggen de langere golven, waar ons oog ook niet gevoelig voor is. Dat is infraroodstraling, dat is gewoon warmtestraling. Kan de mens dus niet zien. Maar een slang die ziet dat wel, dus als je een muis hebt, die verstopt zich. Dan is die niet veilig voor de slang, want die ziet gewoon de warmte die de muis uitzendt. Nog wat toepassingen, warmtestraling van een lamp bijvoorbeeld, als je spierpijn hebt. Een infraroodcamera, die neemt ook warmte waar. En dan kun je een thermogram maken, dat is een foto uiteindelijk. En dan zie je waar de meeste warmte weglekt, bij het roodste gebied zeg maar. En dan kun je zien waar je huis beter geïsoleerd moet worden bijvoorbeeld. Nog voorbeelden van infraroodstraling, bijvoorbeeld toepassingen daarvan. Een detector, een alarm, afstandsbediening, zal ik dadelijk even laten zien. Ja, die afstandsbediening kan ik nou wel even laten zien. Als ik daarop duw, zie je de infraroodstraling. En dat komt omdat er geen filter, infraroodfilter in de camera zit. Dan kun je dus gewoon zien die straling. Heb je een iPhone bijvoorbeeld en dan schijn je erop. Daar zit wel een infraroodstraling in, een filter in, dan zie je dat puntje niet. Dat was de les.